Volgens de advocaten van de jongen heeft het arrest grote gevolgen voor het hoofddoekenverbod in gemeenschapsscholen. Vlak voor deze uitzending vroeg Niels Christiaans in Brussel een reactie aan de woordvoerster van het gemeenschapsonderwijs. Mevrouw Simenon van het gemeenschapsonderwijs, zet deze uitspraak van de Raad van State het hoofddoekenverbod op de helling binnen het gemeenschapsonderwijs? Voor ons zeker niet. Het is zo dat de Raad van State in zijn arrest twee dingen zegt. Enerzijds hebben zij inderdaad het schoolreglement van de betreffende school vernietigd omdat daar het verbod in is opgenomen. Maar anderzijds hebben zij nogmaals bevestigd dat het GO wel degelijk verantwoordelijk is om een algemeen verbod in te stellen. Dus die algemene maatregel die blijft gewoon bestaan. Is dit vandaag niet het ideale moment om het hoofddoekenverbod nog eens te gaan evalueren binnen het gemeenschapsonderwijs met deze uitspraak? Goh, wij luisteren natuurlijk altijd wel naar de actualiteit en naar wat er in onze scholen leeft. Maar voor ons is het heel belangrijk dat wij sinds de invoering van die maatregel vaststellen dat de rust in onze scholen is weergekeerd, dat leerlingen van verschillende achtergronden weer met elkaar in gesprek gaan, dat dat allemaal vlot verloopt. Dat is belangrijk, die maatregel werkt, dus voor ons blijft hij gewoon van kracht.